We hebben hier een heleboel zeer interessante sprekers verzameld. We hebben ook een zeer interessante moderator, Bram Klaes, die voor ons ervoor zal zorgen dat iedereen heel evenwichtig, denk ik, aan het woord zal komen. Ik begin bij Jo Nijens van Warmtenet, Netwerk Vlaanderen van Ode. Karel van Butsel van Fluvius. Lies Debout van de Stad Brugge, ook betrokken in het Shift-project. Sophie Loots van Rescoop Vlaanderen. Zij zitten hier voor jullie en ze gaan eraan beginnen, denk ik, hè, Bram? Ja, dankjewel, Gawijn. En goedemiddag allemaal. Op het einde van deze boeiende namiddag is het traditioneel en ook altijd nuttig om even te reflecteren op wat we vandaag gezien en geleerd hebben. En ook een aantal ervaringen vanuit de verschillende aandachtsinvalshoeken te brengen. En erover ook met menu van gedachten te wisselen. We hebben inderdaad een bijzonder interessant panel voor u. Ik zal zichzelf ook nog even laten kort voorstellen. En dan erin te duiken voor we de namiddag afsluiten vandaag. Ik zal misschien met Sophie beginnen, als dat goed is voor u. Sophie, van uit Zuidrand, de coöperatieve warmtenetproject onder Antwerpen. Voordien actief in het lokaal gemeentebestuur als duurzaamheidsambtenaar. Ik ga jou dezelfde vraag stellen die kan iedereen zal stellen om te beginnen. We hebben een aantal producten gezien, de warmtegids, de warmtekaart, het aanbod vanuit VVSG, het warmtenetwerk. We hebben natuurlijk belangrijke uitdagingen. En vanuit jouw ervaring, hoe denk je dat die jou zullen kunnen helpen? En wat zijn voor jou zo'n aantal belangrijke aandachtspunten die je met ons zou willen delen? Ja, ik vind het eigenlijk heel interessant dat er zo'n inspiratiekaart opgemaakt is. Uit mijn verleden van duurzaamheidsambtenaar in een gemeentebestuur was warmte altijd nog een heel groot vraagstuk en wist eigenlijk niemand goed hoe dat je ermee moest omgaan. En die inspiratiekaart die vandaag getoond is, geeft wel een goede leidraad naar gemeentebesturen, naar steden, hoe dat je ermee kan omgaan als eerste stap. Want natuurlijk, het is maar een kleine eerste stap van A tot een warmtenet of een echt warmtezoneringsplan komen. Dat duurt nog wel wat, maar de eerste stap is genomen en is altijd heel belangrijk. Ja, prachtig. Lies Debout vanuit de Stad Brugge, inderdaad coördinator van het Shift-project en andere warmteactiviteiten, warmtenet in Brugge. Hoe kijk jij er tegenaan? In het kader van het Shift-project hebben wij al een warmtezoneringsplan laten opmaken. En ik heb al even mogen inkijken in die inspiratiekaart een paar weken geleden voor Brugge en dat kwam heel goed overeen. Ik vind het heel handig voor steden en gemeenten die dat dus nog niet gedaan hebben. Maar het is vooral met die kaart, wat ga je daarna doen? Wij hebben daarvoor een aantal aanbevelingen gekregen ook en wij zijn daar ook nu mee gestart. We hebben de Warmtenetcoalitie binnen de stad opgericht. En toch één iets belangrijks die ik wil meegeven uit die Warmtenetcoalitie die gisteren plaatsvond, is dat die communicatie tussen de verschillende stadsdiensten dat die echt ongelooflijk belangrijk is. Want als je die niet meekrijgt, als je niet samen op één lijn staat, dan geraak je niet verder. Ook die expertise binnen de diensten is heel belangrijk. Nodig experten uit, ga warmtenetten gaan bezoeken, warmtenet die zich al in de binnenstad bevindt. En dat helpt heel wat diensten verder vooruit om dan samen aan één zeil te trekken. Prachtig, oké, dan moeten we straks misschien nog even dieper op ingaan. Karel van Butsel vanuit Fluvius, natuurlijk een belangrijke actor in alles wat met energie in het algemeen en warmtenetten in het bijzonder in Vlaanderen te maken heeft. Karel, je bent binnen het directiecomité van, binnen het managementcomité van Fluvius verantwoordelijk, onder andere voor warmte. Dus wat is jouw insteek voor de discussie vandaag? Wel, eerst en vooral, ook goedemiddag, zeer inspirerend van hier zoveel mensen te zien die met deze problematiek bezig zijn, met de klimaattransitie, met warmte. Dus een inspiratiekaart zonder geïnspireerde mensen, dat werkt niet. Dus dat is al het eerste wat we hier
vandaag aangevoeld hebben en dat toch heel belangrijk is, ook als je de opkomst ziet. Wij voelen ook aan dat zo'n inspiratiekaart noodzakelijk is. Dus het is echt wel goed dat VVSG dat initiatief ook ondersteund en genomen heeft. En zo'n warmtegids, ik vergelijk het met een toeristische gids, als ik dat mag zeggen. Er zullen altijd mensen zijn die zeggen, er staat iets niet in. En er zullen altijd mensen zijn die zeggen, dat had nog meer gefocust kunnen worden. Maar als je het leest, weet je hoe de regio eruit ziet. Wel, dat is met die warmtegids, voor zover ik hem snel gisteravond kunnen doorbladeren heb, ook zo. Het is echt een mooi overzicht van wat er leeft in Vlaanderen vandaag en waar je eigenlijk naar de toekomst moet gaan rekening mee houden. Dus het is voor ons ook inspirerend om dat te zien en daarop te kunnen inspelen. En als u mij toelaat, kan ik in die context misschien zelfs primeur geven aan dit forum. We hebben een tweetal weken geleden beslist vanuit Fluvius dat we die vier fasen die je beschrijft, dus van lokale data, warmtevisie, zeer mooi gezien, dan warmteplan en warmtebeleidsplan, dat we daar gaan op inspelen. We wisten toen nog niet dat het zo ging heden, maar dat we met warmtezoneringskaarten ook echt als service gaan aanbieden aan de verschillende gemeenten en steden vanuit Fluvius. Dus dat we ook effectief die warmtezoneringskaarten gaan maken. En inclusief ook de aandacht voor de bronnen daarin. Want dat is hetgeen wat we zeggen, dit kan er nog wel bij. Het is vandaag nog een beetje een blinde vlek her en der, vinden wij persoonlijk. En we willen daar ook echt werk van maken om dat verder te gaan uitbouwen, zodanig dat er daar, als je thuis gasradiatoren hebt en je hebt geen gasketel, ga dat niet warm hebben. Hè. Dus bronnen zijn wel nodig. En dus heel dat geïntegreerd geheel, en dan vervolgens, dankzij onze fijnmazige aanwezigheid in de steden en gemeenten, waar we de besturen kennen, waar we de politici kennen, maar ook de ondergrond, ook de plaatselijke terreinkennis hebben, daar willen we echt wel mee op gaan inspelen om dan die praktijk ook gestalte te geven en zo de klimaattransitie een extra duw te geven en vooruit te gaan met de warmtenetten in Vlaanderen ook. Ja, prachtig. Oké, daar moeten we dan straks zeker ook nog een beetje op doorgaan. Dat klinkt interessant. En dan, last but not least, Jo Nijens vanuit Warmtenet Vlaanderen, een organisatie Duurzame Energie, waar we nog collega's geweest zijn. Sinds 2013, denk ik, trek jij het warmtenet. En dus, ja, natuurlijk bij uitstek goed geplaatst om alle actoren, inclusief ook de bedrijven en studiebureaus die in warmtenet en warmte bezig zijn, te vertegenwoordigen. Als jij aankijkt tegen de discussie vandaag en de tools die we aangereikt krijgen, wat zijn voor jou zo de belangrijkste insteken hier? Ik denk dat de gemeenten misschien schrik hebben om te beginnen met het in de praktijk omzetten van zo'n warmtezonering. Maar ik wil gemeenten geruststellen, er is heel veel kennis aanwezig in Vlaanderen om te begeleiden. Er zijn studiebureaus die, de belangrijkste studiebureaus hebben in het consortium Warmtewerk deze kaart opgesteld. En die staan ook klaar om jullie verder te begeleiden. Dus gemeenten moeten zeker niet het warm water willen uitvinden. En ik denk dat een van de belangrijkste aandachtspunten is niet technisch, want techniek van warmtenet en ook van de andere individuele bronnen zoals warmtepompen, ja, die kennen we al lang. Er zullen nog innovaties komen, er zullen allerlei onverwachte en mooie combinaties komen van nieuwe opslagtechnieken en PVT-panelen, om ze maar te noemen. Maar belangrijk is om het proces op gang te trekken. Daarin, dat heb ik geprobeerd een beetje te vatten met die sessie rond de vragenlijst van de burgemeester. Ik heb veel kritische vragen gehoord en ik voel nog een beetje onbekendheid aan met warmtenetten. En ik heb geprobeerd om gemeenten uit te leggen, aanwezige gemeenten, dat zij kunnen rekenen op begeleiding, dat ze weliswaar in de regiestoel moeten gaan zitten, maar dat ze wel een hele equipe kunnen werken die daar klaar staat. En dat we hen ook moeten modellen aanreiken van, zoals deze bestektekst die gelanceerd is, maar ook andere modellen voor samenwerkingsovereenkomsten. Ik denk dat we heel veel kennis moeten delen met elkaar, zodanig dat gemeenten geen schrik moeten hebben om aan het proces te beginnen van wat na de warmtezonering. Dat was een van mijn vragen. Het is ook niet toevallig de titel van een brochure uit de provincie Antwerpen, wat na de warmtezonering. Dat is een grote uitdaging. We kunnen hele mooie papieren plannen maken, maar we moeten ermee aan de slag. We moeten ze op terrein waarmaken. Gemeenten hebben een belangrijke rol, maar staan er niet alleen in en zullen procesbegeleiding nodig hebben. En dat is aan de andere kant ook wel een uitdaging. Hè. Hebben we die mensen beschikbaar om die procesbegeleiding te doen? Ik heb hier één bureau zien staan, er zijn er waarschijnlijk nog andere. Dus die niet-technische begeleiding vinden wij heel belangrijk om de goede stappen te zetten, om stakeholders rond de tafel te zetten.
Ik kan misschien ook een kleine primeur delen. Sinds gisteren is de website www.platformenergiemakelaar.be online. Dat is een vervolg van een Interreg-project waarbij we de methodiek van de energiemakelaar hebben uitgewerkt, die volgens ons en volgens de ervaringen in die projecten een belangrijke taak kan zijn, taak kan vervullen als bemiddelaar of als trekker van zo'n een lokaal proces van het bemiddelen tussen stakeholders om aan warmteplanning te doen. Amai, ik begin mij af te vragen of ik ook een primeur had moeten meebrengen. Hè. We krijgen heel veel informatie, dat is geweldig. We gaan daar goed moeten nota van nemen, zodat we die allemaal goed bijhouden. Hè. Dankjewel, Jo. Nu hebben we heel wat informatie gekregen, eerst en vooral, en goede elementen voor het debat. Maar om misschien met een van de dingen die Jo aangaf, om dat op te pikken, hè, wat na de warmtezonering inderdaad. Hè, we hebben een aantal tools, we weten ongeveer wie er belangrijk is binnen de stad, de gemeente en andere actoren. Maar hoe zorg je nu concreet voor gedragen, succesvolle warmteprojecten, warmtenetten in uw gemeente? Misschien, Lies, kan je daar nog een aantal... Je verwees naar het belang van communicatie binnen de gemeentelijke diensten, stadsdiensten, maar hoe pak je dat nu best concreet aan? Voor de vertaling van het warmtezoneringsplan maken wij een beetje de onderverdeling tussen de stakeholders voor het warmtenet dan en anderzijds die energie-efficiëntie, hebben we deze morgen ook gehoord, dat die zodanig de lucht in moet. Dus daar proberen wij burgers zoveel mogelijk te ontzorgen natuurlijk. Dat is een heel ander verhaal, waarbij dat we het project Buurtkracht hebben doen ontstaan binnen de stad. Maar voor die warmtenetcoalitie heeft Bovon gisteren bijvoorbeeld nog op die warmtenetcoalitie heel duidelijk aangegeven wat de verschillende lijnen zijn bij het ontwikkelen van zo'n warmtenet. Gaat het niet over 3 of 4 partijen, er zijn er zoveel meer die moeten aangeschreven worden, waarmee moet gecommuniceerd worden, wanneer mag een weg opengebroken worden. En het is niet alleen binnen de stadsdiensten, ook al die rollen binnen het warmtenetverhaal moeten meegenomen worden. Dus de grootste afnemers, maar bronbeheerder, leverancier van eventuele warmte. Geen overbodige mens, maar wel degene die er toe doen en die een meerwaarde kunnen bieden. Want die stad, onze stad ook, kan het niet alleen. Dus dat was ook de bedoeling, dat wij daar alleen met mensen zitten die ertoe doen, die een meerwaarde, die een toegevoegde waarde kunnen zijn en die zich dan ook wel een deel verantwoordelijk voelen voor het welslagen van dat project. Ja. Sophie, als we daar dan wat meer op doorgaan. Jullie hebben natuurlijk vanuit Zuidrand en vanuit Resco Vlaanderen in het algemeen een bijzondere insteek rond hoe je dergelijke modellen opzet, een businessmodel van zo'n projecten. In jullie ervaring, hoe belangrijk is het om die aanpak versus andere te volgen om goede projecten, gedragen projecten te krijgen? Ja, ik ga niet te veel ingaan op alle stakeholders en alle rollen die iedereen kan opnemen in een warmtenet. Wat dat belangrijk is voor ons, is eigenlijk dat die burgers kunnen participeren daarin, dat die terug vertrouwen krijgen in de politiek, in dat die terug vertrouwen krijgen ook in het algemeen de regulering. En vertrouwen kun je alleen maar krijgen als je weet dat er ook een win voor u in zit. Dus als je participeert, komt die win ook terug naar u. En vandaar dat we dat belangrijk vinden, dat burgers daar van de eerste keer meegetrokken worden, dat die geïnformeerd worden, dat die ook de voordelen ervan kunnen meepikken. In het warmtenet van Warmte Verzilverd, laat duidelijk zijn, dat is niet alleen van de Zuidtrend, het is eigenlijk Zuidtrend W, hè, met de W van warmte, maar ook de W van waar een wil is een weg. Hè. Dat is zeer belangrijk. We hebben dat niet alleen gedaan. Onze collega's van EcoPower, ook een burgerenergiecoöperatie, hebben dat meegetrokken. Ook de mensen van Kelvin Solutions hebben dat meegetrokken. Dus zoals Lies al zei, je moet partners bij elkaar krijgen die ervoor willen gaan. Die burgers die hebben mee geïnvesteerd.
Die gaan later daar ook een win van krijgen. Die gaan ook een win hebben van de eerste dag, want als ze aangesloten zijn op ons warmtenet, gaan ze sowieso losgekoppeld zijn van die gasprijzen. De prijs, de business case van het warmtenet wordt op voorhand doorgerekend. En dan hebben ze een aansluitingsvergoeding dat ze moeten betalen, een vast bedrag elk jaar. En dan ook een vastgesteld bedrag per kilowattuur dat ze warmte afnemen, dat wel geïndexeerd is, maar niet gekoppeld is aan de gasprijs. Dat is bij elk warmtenet anders, dat begrijp ik wel. Maar ik denk dat dat een van de belangrijke zaken is, van die draagkracht is belangrijk. Uw lokale besturen moeten mee zijn, die moeten daar ook tijd en energie willen insteken. Uw klimaatplan is belangrijk, uw warmtebeleidsplan is belangrijk. Maar als burgerenergiecoöperatie zijn die afnemers, die eindgebruikers, ook heel belangrijk in heel het verhaal. Ja. Je haalt iets aan waar ik denk dat het is vandaag al een aantal keer aan bod gekomen natuurlijk. Het is evident een van de eerste en belangrijkste bezorgdheden van ons allemaal als consumenten, van de burgers. En de prijs van energie en de prijs van warmte. Mensen die vandaag op aardgas verwarmen worden geconfronteerd met 3-4 keer hogere facturen. En dat is een zeer harde realiteit voor veel mensen. En natuurlijk, bij de ontwikkeling van duurzame warmte, groene warmte en warmtenetten in het bijzonder, is het tot nu toe dikwijls de praktijk geweest om de prijs per kilowattuur van die warmtenetten af te zetten ten opzichte van de referentie van aardgas. Volgens het niet meer dan anders principe, want als de standaard energiebron aardgas goedkoper is, dan zal de bereidheid laag zijn om aan te sluiten op het warmtenet. Heel een uitleg om eigenlijk tot de vraag te komen. Vandaag, de situatie dat we zitten, met ten eerste zeer hoge aardgasprijzen en ten tweede, omwille van de oorlog in Oekraïne, eigenlijk het inzicht dat we zo snel mogelijk van aardgas af moeten, zeker voor verwarming. Hoe haalbaar of hoe houdbaar is dat principe van niet meer dan anders nog bij het overwegen van nieuwe warmteprojecten? Misschien bij u beginnen, Karel, als dat oké is. Moeten we op een andere manier rond financiering en betalen voor warmte gaan nadenken? Dat hangt uiteraard samen met het model binnen het welke dat we warmte willen ontwikkelen in Vlaanderen. Dus als je gaat naar een winstmodel, dan zit je in een ander verhaal dan dat je naar een maatschappelijk op transitie gericht model wil redeneren. En vanuit Fluvius willen we eigenlijk dat tweede. We willen naar een maatschappelijk model dat echt op de transitie naar een fossielvrije omgeving gericht is. En dat impliceert dat je een aantal gevolgen daaraan geeft. Dus ik wil dat gewoon heel eventjes meegeven. Er is uiteraard de regisseursrol van de steden en gemeenten. Maar wij denken dat het eigendom de grond is van de gemeente, de ondergrond is van de gemeente. Onze aanvoering is dat het goed is als de gemeente ook eigenaar is van haar nutsvoorzieningen en daar dan via intercommunales de exploitatie laat op doen, omdat je dan dat winstoogmerk maximaal uitschakelt. En in productie en levering kan je dan nog verder doen wat dan noodzakelijk is. Maar dan krijg je een rolverdeling. En waarom zeg ik dat? Omdat die NMDA daar eigenlijk ook heel veel mee te maken heeft. Want wat is NMDA? NMDA is naar de afnemer. Is naar de eindklant. Niet meer dan anders. Maar dat is natuurlijk het consumentgebeuren beschermen. Als je niet in een monopolie wil belanden van een 1-op-1 relatie, dan moet je de consument beschermen tegen prijzen. Heb je daar een stuk regulering nodig? En wil je dat het niet meer dan anders wordt? Niet meer dan aardgas was dat? Wij zeggen wel, let op, je hebt ook het ecologische luik. Niet meer dan andere fossielen. Maar je gaat toch niet beginnen subsidiëren warmtepompen tegen warmtenetwerken. Dan ben je met belastinggeld twee goede oplossingen met elkaar aan het laten concurreren. Dus het niet meer dan anders moet eigenlijk niet meer dan fossiel worden. Zodanig dat je daaronder zit. En dat je niet een competitie met subsidies organiseert, want dan zit je op het economische luik. Geen enkel warmtenet is rendabel zonder subsidies.
geen enkel. Dus met andere woorden, wij zijn allemaal gedragsverandering aan het financieren met belastinggeld, wat goed is. Maar daar moeten we dan ook op een redelijke manier mee omgaan en niet met elkaar concurreren als het twee goede oplossingen zijn. Dus ja, NMDA bij de leveranciersrol in een niet meer dan fossiel. Maar daarnaast heb je de distributierol die je zo goedkoop mogelijk moet doen. Waar je dus schaalvoordelen met grote spelers kan benutten. Waar je synergievoordelen met spelers die thuis zijn in de gemeente kan benutten. Tussen alle verschillende nutsvoorzieningen. En dat is waar Fluvius een stuk zijn rol ook ziet. En dan heb je de productie. En historisch, je hebt het gezegd, dat klopt, zijn heel veel productieleveringscontracten ook op aardgasprijzen gebaseerd. En toen terecht, want men zei, we gaan toch niet meer vragen. Maar nu zeggen we, we gaan minder vragen. Hè? Met productie bedoel je, vooral duidelijkheid, wat bedoel je met productie? Ja, duurzame of restwarmte bijvoorbeeld van afvalverbrandingsovens. Heel vaak is daar gezegd, tussen leverancier en producent, wij kopen nu warmte aan en er is een koppeling aan de aardgasprijs. Ja, die maken nu gigantische winsten natuurlijk als daar niks aan gebeurt. Dus dat is ook niet de bedoeling. Dus je hebt die drie luiken in uw prijs, de drie componenten die uit een stukje productie, een stukje distributie en een stukje levering bestaan. Ja, de niet meer dan anders is de som van de drie, maar je kan daar wel differentiëren in wat dat je waar doet. En dat denken we dat echt wel nodig is. Ja, oké. Ik kan misschien eerst naar Johan en dan naar jou, Sophie. Ja. Dus je hebt twee elementen aangehaald. Hè. Aan de ene kant de vergelijking, hè, niet level playing field, vergelijken met fossiel of met andere dingen. En dan de schaal van de aanpak en projecten. Dat is natuurlijk een logisch uitgangspunt voor u. Hoe zie jij die twee, of een van die twee elementen? Wel, als het gaat over het marktmodel waar Karel op doelt, dan denk ik dat we al heel lange discussies gehad hebben over een mogelijk uniform marktmodel. En het woord uniform, daar zien wij echt geen heil in. We denken dat er heel veel werk is, dat er genoeg werk is voor heel veel verschillende grote en kleine spelers, private, publieke en gemengde samenwerkingen. Denk aan Eeklo, denk aan een coöperatieve zoals Warmte Verzilverd of Bovaan Oostende. Denk ook aan Fluvius met uitbreidingen in Roeselaren en met projecten in Turnhout, in Niefhout. Dus er is werk genoeg voor iedereen en dus het zou een beetje remmend zijn om dan de discussie die ik eigenlijk vandaag niet wil voeren, want daar kunnen we dagen over discussiëren, Karel. We hebben daar al dagen over gediscussieerd, over de wenselijkheid van een exclusieve speler voor het marktmodel van warmtenetten in Vlaanderen. Die doos ga ik niet open doen. Maar in elk geval, laat 100 bloemen bloeien, is een Chinees spreekwoord wat ik slecht vertaal, denk ik. Maar in elk geval, er is werk genoeg voor iedereen. Dus het zal een beetje van lokale context afhangen wie er aan tafel gaat zitten voor de initiatieven van warmtenet. Zoals ik al zei, klein en groot. En de situatie in Antwerpen zal weer anders zijn dan de situatie in Kortesem of in Heusden-Zolder. Laat ons elkaar goed verstaan. Ik denk dat we allemaal ons bijdrage moeten leveren aan die warmtetransitie, zowel de netbeheerder als de private spelers. Je zegt dat warmtenetten niet rendabel zijn met subsidie. Dat heeft ook voor een heel groot deel te maken met de huidige tariefstructuur van de andere energieprijzen. Dus we pleiten al een tijdje voor een lastenverschuiving, energielastenverschuiving, zodanig dat we die subsidies op termijn zelfs niet meer nodig hebben. Ook niet voor warmtepompen trouwens. Hè. Als we een voordelig elektriciteitstarief hebben, dan zullen warmtepompen ook op termijn zonder subsidies kunnen. En voor warmtenetten zal hetzelfde gelden. Maar op dit moment, in deze fase, waar die energielastenverschuiving heel traag op gang komt, met afknabbelende budgetten die er afgaan, denken we dat we nog altijd subsidies nodig hebben in de overgangsperiode, dat we ook, we zijn aan het onderzoeken in het beleidsplatform, een aansluitpremie nodig hebben om precies dat grote potentieel van bestaande gebouwen te gaan overtuigen om aan te sluiten op een warmtenet en om dan de business case rendabel te maken. En daarvoor hebben we ook een gezonde koolgroene warmte nodig, waar we ook een etelijke discussies over kunnen opzetten, maar die gaan we ook niet doen. Maar in elk geval, dat over dat marktmodel en over die prijzen. Ja,
Sommige projecten zijn afhankelijk inderdaad van gas. Hè. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Stadsverwarming Gent, Luminus, die hebben WKK's op gas. Die zijn afhankelijk van gasprijzen en die zitten nu met roodgloeiende telefoons over stijgende warmteprijzen. Dus we zijn sinds een maand anders gaan denken over gas. Ik denk dat we dat ook Luminus dat heel sterk beseft. Die zijn ook op zoek naar alternatieven, die zijn aan het onderzoeken. Zodanig dat we niet meer afhankelijk zijn van zo'n vergelijking met de fossiele bronnen die we moeten maken, maar dat we een faire, aantrekkelijke warmteprijs kunnen aanbieden die in een collectieve zone even aantrekkelijk kan zijn als een investering in een individuele oplossing zoals een warmtepomp. Ik denk dat we daar naartoe moeten. En wij zijn zelf binnen Warmtenetwerk al een tijdje aan het nadenken over een alternatief voor die NMDA, namelijk een soort van cost-plus model, wat trouwens ook in Nederland in een nieuwe warmtewet gaat komen vanaf 2023. Het is een beetje opgeschoven terug. Dus voor een cost-plus-model denken wij ook dat moet garanderen dat er geen overdreven winsten worden gemaakt van warmtenetten. Want dat willen we ook vermijden, hè? Dat er tarieven à volonté worden aangerekend om de zaak rendabel te krijgen. Nee, wij denken dat we een regulering van kosten moeten hebben die gebaseerd kan zijn bijvoorbeeld op een benchmarking door de VREG. In Denemarken zijn ze eraan begonnen, benchmarking van warmtenetprijzen, zodanig dat je als consument ook publiek op een website kan zien van oké, mijn prijs verschilt niet zoveel van dat warmtenet van de buurgemeente. Het is een beetje meer misschien bij mij, omdat ik een andere warmtebron heb, maar zo be het. Want elk warmtenet heeft zijn specificiteit en dus zijn eigen tarieven. En dat moet mogelijk blijven. Oké, kost plus. Een belangrijke rol voor de VREG, die misschien ook mee hier aan tafel had moeten zitten. Dat is nog geen slecht idee. Sophie. Ja, ik wou... gewoon Jo ook nog bijstaan met zijn redenering van als iedereen in een businessmodel zijn eigen rol gaat opnemen en muurtjes gaat bouwen tussen zijn eigen business case, zoals distributie, zoals warmteleverancier, warmteafnemer, dan gaat het nooit lukken. Je moet eigenlijk een case in het algemeen gaan bekijken en iedereen zal een beetje moeten toegeven aan de win. En zo kunnen we meer en meer warmtenetten gaan plaatsen. Maar als iedereen zijn eigen rolletje blijft opnemen en alleen maar aan zijn eigen portemonnee denkt, dan komt het niet goed. Dus, ja, misschien eerst iets. Ik weet niet of ik dat nog een primeur mag noemen, want die primeur is wel al kleine 3 maanden oud. Dus aan jullie om dat te gaan beoordelen. Maar onze verbrandingscentrale, IVBO, heeft zijn prijs losgekoppeld van de aardgasprijs. Dus die heeft nu zijn prijs van warmte geplafonneerd. Dus, en ik weet dat er ook andere steden daarmee... mee bezig zijn. Dus, en is dat een tijdelijke maatregel of is dat iets dat nu zal gehandhaafd worden? Ik ga ervan uit dat nu zo zal blijven. Ja. Voor particulieren is die sowieso vastgelegd. Ja, oké, zeer goed. Karel? Ja, dat is trouwens een heel mooi precedent. Hè. Dus, wij horen ook dat nog anderen het nu ook van zin zijn, maar jullie hebben de weg getoond, dus dat is een zeer mooie zaak. Ik wil nog even terugkomen op hetgeen dat Sophie daar juist zei. Natuurlijk, ik denk dat het heel belangrijk is inderdaad dat in een maatschappelijk essentieel gebeuren als de klimaattransitie, dat daar niet in kotjes gedacht wordt, dat daar niet in eigen belang gedacht wordt, dat daar niet in winstgevendheid gedacht wordt. Maar dat we echt samen gaan, ieder met zijn specialisatie, naar de best mogelijke maatschappelijke optimalisatie. Het is daarom dat wij zeggen dat je een aantal voordelen moet benutten van grootschaligheid. En ik weet dat er discussie is, we hebben het er daar vaak over gehad, dat in kleine projecten, dat daar geïntegreerde projecten geen extra winstmarges genereren. En dat klopt. Dus daar kunnen we voor een stuk inkomen. Maar dan moeten we wel alles durven bekijken. Dan moeten we zien, als je die kleine geïntegreerde projecten wil behouden, gaan er een aantal andere dingen moeten veranderen. Die vandaag zowel de consument bedreigen als oneerlijke concurrentie veroorzaken. En wat bedoel ik daarmee? De consument bedreigen op 2 manieren. Wij merken dat kleinere spelers vaak alleen de kersen van de taart realiseren en niet de kostelijke taart waar dan grote spelers mee geconfronteerd worden. Ja, dan ga je dus naar de situatie zoals vandaag op sommige plaatsen
in de telecommarkt gebeurt, dat sommige consumenten geen telecom krijgen omdat het niet rendabel is, dan ga je op bepaalde plaatsen geen warmtenet krijgen omdat het niet rendabel is. Dat is een eerste bedreiging voor de consument dat we denken, let daarmee op. Dat, ik zeg niet dat het overal gebeurt, maar het is een risico dat we lopen. Tweede zaak is, een tweede risico, dat we absoluut een goede regulator gaan nodig hebben, zoals Jo zei, rond de prijzen. Want je komt daar echt in een monopolie. Als je één producent met één distributie en één leverancier hebt in je wijk, heeft die het monopolie. Dus daar gaat echt goede regulering noodzakelijk zijn om dat te beheren. Dat wat betreft het consumentenbescherm. Tweede aspect is natuurlijk de eerlijke concurrentie. Vandaag zijn de subsidiepercentages in de koolgroene warmte niet dezelfde voor grote spelers dan voor kleine spelers. Ze zijn lager. Vandaag heeft Fluvius niet het recht om geïntegreerde projecten te doen als belangrijke warmtespelers, want wij mogen geen productie doen. Wij mogen geen bronnen aanbieden, zelfs als het geen productie is. De reden daarvoor is begrijpelijk. Wij mogen geen elektriciteitsproducent zijn. Dat snap ik. Maar dat wij geen geothermie mogen aanbieden of geen biovelden mogen aanbieden, dat is oneerlijke concurrentie als je alleen geïntegreerd model overhoudt. Dus in die zin denk ik dat het belangrijk is dat we dan een level playing field hebben. Als je dat wil houden. Maar wij blijven erbij dat de steden en gemeenten de belangrijkste spelers zijn, de regierol moeten hebben. En eigenlijk vinden wij dat ze ook de nutsvoorzieningen in hun bezit moeten hebben om te vermijden dat je sale- en leaseback toestanden zoals vroeger begint te krijgen. Allee, het is goed dat gemeenten het heft in handen houden, dat steden het heft in handen houden. Al was het maar om die regierol ten volle te kunnen benutten. Dat is onze overtuiging, maar dat is een overtuiging als een andere natuurlijk. Ja, ik hoop dat ook de tools die we vandaag gekregen hebben, gepresenteerd hebben gezien, helpen om daar meer strategisch inderdaad de afweging rond te maken op lokaal niveau. Maar Sophie, ik denk dat jij daar ook een aanvullende visie op hebt, want er zijn verschillende opties natuurlijk. Ja, ik had gewoon nog een argument om die consumentenbescherming toch hoog in het vaandel te dragen. Als je die consument mee laat participeren in het warmtenet, is die sowieso beschermd. Want die kan zelf beslissen in de algemene vergadering waar het er met de prijs gebeurt. Ja, dat is waar. Ja. In coöperaties klopt dat, maar er zullen ook winstgevende bedrijven komen die... Allee, dus je gaat er iets moeten regelen, denk ik. Klopt helemaal. Ja. Ja. Ik wou even naar de zaal kijken. Kijken of er onmiddellijk vragen of reacties zijn die iemand wil delen. Er zijn microfoons in de zaal. Steek rustig hand op, anders gaan wij rustig verder. Daar. Hoe verantwoord is het eigenlijk dat restwarmte die nu de lucht wordt ingeblazen, dat een afvalverbrandingscentrale of een bedrijf daar eigenlijk geld voor vraagt om dat dan te verkopen voor iets wat dat nu niet verkocht wordt en eigenlijk naar de vuilbak gaat? Ik wil de mening van iedereen wel van horen. Ja, betalen voor restwarmte. Jo? Moeilijke vraag. Interessante vraag, vind ik. Moet restwarmte gratis zijn en moeten bedrijven worden verplicht om hun restwarmte gratis ter beschikking te stellen? Ik denk dat we daar een stevig debat over kunnen voeren. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet zeker of het nog zo is, maar er is ooit in Denemarken een belasting geweest op het lozen van restwarmte. Ik weet niet of er iemand in de zaal daar informatie over heeft. Nee. Dat zou een manier kunnen zijn om te sturen richting het wel nuttig gebruiken van restwarmte. Maar in elk geval, ik denk dat je kan altijd redeneren in termen van stok, preek en wortel. De vraag is welke instrumenten moeten we inzetten om de industrie te overtuigen om hun restwarmte die ze nu de lucht insturen, om die ter beschikking te stellen. Daar zit natuurlijk ook een investering aan vast voor het uitkoppelen van die restwarmte. En dan kan het interessant zijn om daar een gedeelde financiering voor uit te werken, zoals in de afvalverbrandingsoven van Oostende gebeurt, waarbij Bovin een concessie heeft, of ik ken de juiste juridische term niet, of een erf
erfpacht of erfdienstbaarheid, Jeroen Soenes gaat dat weten, op een deel van de installatie van de afvalverbrandingsoven, waar ze zelf de uitkoppeling hebben gefinancierd van de restwarmte en dus ook het beheer en het onderhoud doen van die uitkoppeling. En ja, ik ken het juiste antwoord niet, maar het is zeker een debat waard. Ja. Ik kan zeggen dat wij dat ook proberen af en toe in onderhandelingen met mensen die restwarmte hebben, van desnoods de investering op ons te nemen, om dan de warmte gratis te kunnen krijgen en beschikbaar te stellen. Dat zijn niet altijd gemakkelijke onderhandelingen. Hè. U zal mij vergeven dat ik geen politieke keuzes ga maken hierin. Eigenlijk zijn dat politieke keuzes. Als Fluvius zijn wij de uitvoerders, de doeners en de ontwerpers. Wij trachten wel in onderhandelingen altijd die klimaattransitie als eerste richtlijn te houden. En dus als wij moeten kiezen tussen meer winst of meer klimaattransitie, kiezen wij voor meer klimaattransitie. Maar politieke keuzes kunnen wij, misschien jammer genoeg, niet nemen. En wij trachten wel in de onderhandelingen daar aandacht aan te hebben. En we hebben zo'n aantal voorbeelden waar we dus effectief de restwarmte krijgen, omdat wij de investering doen voor de betrokkenen. Ik weet niet of je iets kunt delen over het project met Agfa Gevert, waar dat misschien gewinst-winst optie. Ja, het is een industrieel bedrijf. Je moet ook altijd kijken naar inkomsten, uitgaven enzovoort. Het zou fijn zijn als ze inderdaad allemaal hun restwarmte gratis moeten weggeven, bij wijze van spreken, dat ze daar geen geld voor kunnen vragen. Ik begrijp langs de andere kant ook wel dat dat niet altijd evident is. Het enige dat je daar nog kunt tegen doen is politiek niveau beslissingen nemen, ofwel zoals in Denemarken verplichten om het gratis weg te geven, of een tax eraan koppelen dat ze moeten betalen als ze nog restwarmte de lucht inblazen. Maar wie ben ik om daar suggestie voor te doen? Maar het zou inderdaad sommige cases rendabeler maken, moest het niet betaald moeten worden voor de restwarmte. Ja, dat lijkt logisch inderdaad. Nu, de meeste warmte, jullie weten het beter dan ik, maar ik denk dat de meeste warmtenetten in Vlaanderen inderdaad door restwarmte of warmte uit verbrandingsovens worden gevoed, industriële restwarmte. We hebben vandaag al een paar keer horen verwijzen naar andere mogelijke bronnen, grote warmtepompen, bio-energie eventueel, geothermie, die moeilijker doorbreken, maar die desalniettemin, zeker met een blik op de kaart van waar de vraag zich bevindt en eventueel de bron ontbreekt, wel belangrijk kunnen zijn. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ik weet niet of daar recente ontwikkelingen zijn, dingen die je daar rond kunt delen. Mijn persoonlijke mening is, als er een nieuwbouwwijk wordt gezet en er ligt nog geen warmtenet, laat die nieuwbouwwijk dan alsjeblieft ook collectief gaan verwarmen. Daar heeft ook de gemeente en de stad een sleutel in handen om uw projectontwikkelaar een verplichting op te leggen om ten eerste te gaan bekijken of dat het collectief mogelijk is en dan ook het te gaan doen. Voor ons in Mortsel gaan wij op een nieuwbouw zitten. Gaan wij een lokaal bioveld aanleggen. Ondanks dat het in Mortsel is en ondanks dat er al een warmtenet in Mortsel ligt, we gaan niet dat warmtenet gaan doortrekken voor die ene nieuwbouwwijk, maar we gaan bekijken en we gaan dat ook realiseren om daar een lokaal warmtenetje te organiseren voor een 75-tal wooneenheden. Dus dat is ook een oplossing. Dus je moet niet altijd groot kijken en aankoppelen aan je grote warmtenetten, maar als je nieuwe verkavelingen doet en er is geen restwarmtebron in de buurt, kan je nog altijd een andere bron gaan zoeken waarbij je dan collectief kan verwarmen. Ja. Nu, kunnen we het dan even over warmtenetten in bestaande wijken, gebouwen versus nieuwbouw hebben? Want een van de dingen vanmorgen uit het verhaal van Vito die ik frappant vond, was heel die vooruitblik naar 2050 en de verwachting, ook de noodzaak om natuurlijk veel beter te gaan isoleren en veel energiezuiniger te gaan bouwen.
En de impact die dat heeft op collectieve dan wel individuele warmtetoepassingen. Dus als ik u hoor zeggen, een nieuwbouwwijk gaan aankoppelen aan een collectief warmtenet, een uitbreiding van het warmtenet, dan denk ik van, ja, hoe zit dat eigenlijk? Hè? Is dat de meest efficiënte manier om die gebouwen van warmte te gaan voorzien? Is dat, hoe moeten we flexibeler over die energieniveaus gaan nadenken waar nieuwbouw moet gaan aan voldoen? Nieuwbouw en ook energie en innovaties. En ik vind dat een interessant dilemma, zeg maar. Ja, inderdaad, interessant dilemma. Ik denk dat we misschien toch wel een nieuwe studie nodig hebben. Ik herinner me dat het Energyville in oktober 2019 een studie heeft gepubliceerd over die balancering tussen isolatieniveau en aanbod van collectieve warmte. En ik heb de studie 3 keer gelezen en er zijn mij geen duidelijke conclusies overgebleven uit de studie. Dus we missen een beetje duidelijke richtlijnen over die balancering tussen isolatieniveau van bestaande gebouwen dan en het aanbod van die duurzame warmtebronnen. In elk geval, als je kijkt naar de innovatieve duurzame warmtebronnen, dan hebben we daar bijna altijd warmtepompen bij nodig, die het lage temperatuurniveau van de bron opkrikken, het zij aquathermie, het zij restauranten van datacenters op lage temperatuur. Dus die tussenschakel van warmtepompen hebben we nodig. En dan is nog maar de vraag van welk temperatuurniveau kan je dan gaan aanbieden met de nieuwe generatie van warmtepompen die eraan komen, die ook naar hogere temperatuur kunnen gaan? En wat is dan de relatie tussen dat temperatuurniveau dat je kan aanbieden en de isolatiegraad van de woning? In Nederland heb ik het gevoel, denken ze er wel over na. Er zijn al een aantal rapporten verschenen waarbij ze zeggen van oké, als we een warmtenet op middentemperatuur gaan aanleggen, dan gaan we streven naar een energielabel B, het Nederlandse energielabel B, maar dat zal toch ongeveer vergelijkbaar zijn, veronderstel ik. Dus een iets minder streng isolatieniveau in Nederland als men met een middentemperatuur warmtenet duurzaam er kan aankomen. Die overweging moeten we zeker maken. Maar wat heel essentieel is en wat ik elke keer benadruk in elk debat is, kijk zeker niet alleen naar nieuwbouw. Het grote potentieel voor collectieve oplossingen ligt in de dichtbebouwde kernen van steden en gemeenten met bestaande woningen die we gaan moeten aanpakken. Dus daar ligt het grote potentieel. En als je dan kijkt naar de cijfers van het warmtenetrapport, of het warmterapport van Vito van 2020, door VK ook, in opdracht van VK, dan zie je daar een potentieel bij een hoge brandstofkost van tussen de 25% en 52% van restwarmte voor warmtenetten. Dus van warmtenetten, ik moet het andersom zeggen, van warmtenetten uit restwarmte, zonder dan nog de inschatting te maken van die nieuwe bronnen. Dus we hebben een zeer groot potentieel voor collectieve oplossingen. De vraag is, hoe gaan we die collectieve oplossingen dan realiseren in de bestaande bouw? En dan zal het gaan over kleine oplossingen, grotere oplossingen, verschillende temperatuurniveaus. En dan kom ik bij de vraag terug van die niet-technische aspecten. Ja, hoe gaan we dat organiseren? Wie gaat er een klein warmtenet, een micro-warmtenet van 10 woningen beheren? Wie gaat daar de tarifering doen? Wie gaat daar de metingen doen? Daar moet je een nieuw aanbod van ESCO's gaan ontwikkelen die dat behapbaar maken en die eigenlijk ook zo'n micro-warmtenetten kunnen gaan beheren en ontzorgen. Ik denk dat er een groot potentieel is voor verschillende schalen van warmtenetten, verschillende beheerstructuren en dus ook hebben we nood aan die service die warmtenetten gaat beheren. Ja, Lies, dat lijkt mij in het mooie Brugge met al die historische gebouwen nog een extra uitdaging. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, dat is zeker heel moeilijk. En onze restwarmtebron die wij hebben, die kan gewoon niet heel die binnenstad gaan verwarmen. Als we kijken naar de haalbaarheidsstudie die we gedaan hebben voor een warmtenet in de binnenstad, dan hebben we 4 clusters bekeken met heel wat stadsgebouwen. Stadsgebouwen die gewoon niet kunnen gerenoveerd worden of het is veel te duur om dat te gaan renoveren. En dit komt overeen met 1,5% van de warmtevraag van de volledige binnenstad. En dat is al heel wat. Als we die kunnen verwarmd krijgen met de restwarmtebron, zou dat al een groot pluspunt zijn voor de stad. Maar dan hebben we inderdaad nog de rest. Ik denk dat we toch zullen moeten gaan kijken naar kleine parels in de binnenstad, maar om die dan ook aan elkaar te gaan rijgen op verschillende temperaturen, dat is ook nog een groot probleem, denk ik, waar we zeker nog tegen een muur gaan botsen. Ja. Oké. Prachtig.
ik hou ook een beetje de klok in de gaten en we naderen eigenlijk het einde van het debat. Terwijl ik het gevoel heb dat er nog heel veel te bespreken valt natuurlijk. Nog even checken, is er iemand die een dringende, prangende, absoluut noodzakelijke opmerking of vraag wil poneren? Geen druk hoor, maar... niemand steekt de hand op. En Sofie, had eigenlijk gevraagd om... Wou nog even over die renovatiegraad verder gaan. Vanuit Riskoop Vlaanderen zaten wij in een ritkoopproject. En via dat project hebben we ook een studie kunnen laten doen door Kelvin Solutions om het bestaande warmtenet voor die nieuwbouwwoningen uit te breiden naar een sociale woonwijk die dringend aan de renovatie toe is. Uit die studie bleek dat dus, als we die gebouwen heel goed gaan renoveren tot A-label, dan is het warmtenet doortrekken naar die gebouwen helemaal niet meer rendabel. Als we die woningen gaan renoveren tot goede dakisolatie, nieuwe ramen enzovoort, maar geen buitenschilisolatie, dan valt er onder de voorwaarden dat er voldoende subsidies zijn en nog grotere afnemers, valt er nog iets uit te halen. Het enige probleem dat je dan hebt, je gaat aansluiten op een sociale woonwijk, mensen met een sociaal tarief, je wilt die mensen ook niet te veel laten betalen voor hun energie. Dus eigenlijk zou het voor hun economisch beter zijn dat ze wel goed gerenoveerde woningen hebben, zodat ze minder energie nodig hebben om die woningen te verwarmen, maar dan is een uitbreiding van een warmtenet helemaal niet meer haalbaar. Dus het is eigenlijk het evenwicht zoeken dat eigenlijk geen evenwicht is. Ja, dat is iets om over na te denken inderdaad. Dat is een belangrijke uitdaging, de sociale uitdaging combineren met de energieuitdaging. Ik weet niet, Karel, wil je nog een laatste woordje geven? Ik denk, ik ben al een dagje ouder, hè. En dan helpt soms om dingen in perspectief te zien. Ik heb nog met ponskaarten gewerkt, om maar iets te zeggen. Nu gaan er een aantal denken dat ik een dinosaurus ben. Maar om maar te zeggen, het is geweldig goed dat we eindelijk op lange termijn denken. En dat we naar 2050, naar 2030 enzovoort kijken. Ik ga akkoord met wat Jo daar juist zei. Het zijn de binnensteden, de bestaande woningen die vandaag voor collectieve verwarming optimaal zijn. Maar ik denk dat een van de essentiële zaken die we moeten doen, en dat zullen we allemaal samen moeten doen, is permanent evolueren in de oplossingen die we zien. We gaan in deze jonge wetenschap, die het eigenlijk toch nog wel is, gigantische evoluties zien. Ik heb ook de eerste gsm weten ontstaan. Dat is nog niet zo lang geleden. Maar ik ook, hoor. Dat is dichterbij dan 2050 vandaag is. Dus ik wil maar zeggen, als we de huidige oplossingen aan het bedenken zijn, gaan we op een of andere manier onderweg moeten bijsturen. We gaan geweldige technologische ontwikkelingen zien en ik zou eigenlijk een oproep willen doen, dat productie mogen wij dat dus niet, maar dat de innovatie ondersteund wordt. Dat ook gigantisch veel geld naar de innovatie gaat om dat soort dingen beter te doen. Want we gaan moeten vooruitgaan met z'n allen samen om de juiste gecustomiseerde en fijnmazige oplossingen te bieden voor die afnemer, individueel, collectief. Dat zal de toekomst uitwijzen. We kunnen vandaag keuzes maken die we misschien moeten maken gezien de investeringsgraad voor 20, 30 jaar. Maar we gaan moeten bijsturen. En daar mogen we ons op niks vastpinnen. Het zijn niet de oplossingen die belangrijk zijn, welke het zijn. Het is de klimaattransitie die belangrijk is. En dus onze flexibiliteit daarin. En dat is wat ik eigenlijk wel heel belangrijk vind in deze discussie. Prachtig. Klimaattransitie, innovatie en de dingen beter doen. Ik denk dat we met geen betere woordjes zouden kunnen afsluiten vandaag. Bedankt iedereen. Jo, Karel. Lies en Sophie.